Mitje van der Graag, welk gevoel overheerst bij jou vandaag? Dat je te weinig uit de pot hebt gehaald of dat het misschien toch wel een terechte nederlaag is? Nou ja, als je, kijk, er werd al gezegd, als je over 90 minuten kijkt, dan was Utrecht een betere ploeg. Als je in die wedstrijd blijft zitten en je hebt de mogelijkheden en kansen die je op de laatste 20, 25 minuten hebt gecreëerd. En dan heb je te weinig gepakt. Ik bedoel, dat is niet zo moeilijk. Weten dat het van tevoren een moeilijke wedstrijd is. Utrecht zit ook niet in de goede fase. Nou, die spelen thuis voor het eigen publiek. We hadden een aantal dingen afgesproken. Kwamen na een minuut of vijf kwamen eruit. De ruimte konden we benutten. Een schot van Robert. Daarna was het beperkt ons tot verdedigen. En als ze de bal hadden, durfden we niet echt vooruit te spelen. Een bal van Benjamin die goed pakt, een bal op de paal. Dat zijn de momenten in de eerste helft. Veel voorzetten vanaf hun rechterkant. Daar dealden we goed mee en dan krijgen we dat moment. Ik keek toevallig op mijn klok, waar nog 20 seconden in de eerste helft spelen. Zelfde bal, Utrecht vond het eigenlijk ook wel prima. En op het moment dat we de bal hebben, dan moeten we naar Karel spelen, naar de zijkant. En die kan hem terughalen, terugspelen op Benjamin of naar voren schieten en dan is het klaar. En we spelen nu in de centrale as, wetende dat daar de momenten van Utrecht waren om druk te zetten. Dan komt die voorzet, die verdediger dan goed in en dan krijg je een penalty tegen. Dan sta je 1-0 achter in de rust. Dan weet je in de fase waarin we nu zitten, dus de emoties spelen hoog op. Het is het zaak om rustig te blijven. En dat hebben we geprobeerd om in ieder geval in de rust dat aan te geven. Blijf in de wedstrijd en na 3 minuten in de tweede helft krijg je de 2-0 tegen. Daarna heeft Utrecht niet het verschil dusdanig groot gemaakt dat je helemaal kansloos was. En daarna ben je weer langzaam in die wedstrijd gekomen. Ik wil het inderdaad even hebben over dat penalty moment. Heb je het al teruggezien? Ja. En het oordeel is denk ik hetzelfde als dat van heel Nederland. Ja, goed. Ik verander alleen niks aan. Vorige week was het een bal op de hand. Omdat dat niet de intentie was als iemand hem aan wil nemen en dat iemand met zijn hand speelt. Vandaag ziet iedereen dat. En als de regels van tevoren duidelijk zijn van je moet niemand aanraken in de 16 meter. Ja, dan is dat duidelijk en dan zeg je we hebben hem aangeraakt. Dit was dusdanig licht dat je zegt van hoe kan dit hemelsnaam? Want dan hadden we op het einde waarschijnlijk ook een penalty moeten hebben met een aantal scrimmetjes in de 16 meter. Dus dat is niet zo moeilijk. Aan de andere kant moeten we ons niet daar helemaal achter verschuilen, omdat we daarvoor het penalty gebeuren zelf de bal hadden en zelf beter hadden op kunnen lossen. Robert Muren die valt al vroeg in de wedstrijd uit. Hoe is het met hem? Ja, het is nog vroeg. Ik bedoel, dan spelen we voor het eerst met dezelfde opstelling. Je moet al heel vroeg gaan wisselen. Javeen was ziek, dus die hebben we in de rust gewisseld. Daar heb je er ook mee te maken. Aan de andere kant heb je jongens die op de bank zitten en die hun mogelijkheden ook zien. Je gaat alleen wel weer wat anders spelen. En dan zie je dat je in ieder geval op het einde met Mounir tussen de linies, Luka Ilić tussen de linies, dat je dan aan het voetballen gaat komen. En dat we dan wel het vervolg krijgen, wat we in de eerste helft niet hadden, van de verdediging naar het middenveld. En dan stokte het. En dat hebben we op het einde van de wedstrijd wel gehad. Wat is dan precies de taak van Robert Muren aan het begin van de wedstrijd? Hoe bedoel je? Nou, gewoon hoe jij de positie ingevuld wil hebben ten opzichte van bijvoorbeeld een Ilić? Nou, we kiezen voor wat meer opportunisme. We kiezen voor een speler die graag in de 16 meter komt. Die scorend vermogen heeft. Dus daar kies je dan voor. Vorige week hebben we dat tegen PSV zo gedaan. Dat ondanks het resultaat heb je goede dingen gezien. Nou, dat zijn dingen die je meepakt. Dat je wat opportunistisch gaat spelen, fysiek wat sterke spelers hebt. En dat je van daaruit gaat voetballen. Je zult deze vraag waarschijnlijk al vaker deze avond hebben gehad. Hoe komt het dat jullie in de laatste 20 minuten wel die strijd en die passie op kunnen brengen en in mijn ogen het begin van de wedstrijd niet? Nou, ik denk dat de strijd en passie ook wel in het begin van de wedstrijd aanwezig was. Ik denk dat het grote verschil zat dat we nu de bal hadden en dat we kansen creëren. En dat we durfden door te dekken, dat we durfden in te spelen. Ja, dat is wel een groot verschil. En waar dat dan ligt, ja, druk. Ja. We hebben al gezegd, wij kunnen niet alleen verdedigen, daar hebben wij team niet voor. Dus dan moeten we ook aan het voetballen komen. En als je dat pas gaat doen als je 2-0 achter staat en de druk niet meer gaat voelen, ja, dan is er iets niet goed. Ik bedoel, anders gaat het hem dus niet worden. Dan zeg ik, ja, dan heb je op het einde zeg van ja, dan hebben we te weinig gehad. Kijk je naar de hele wedstrijd. En dan zeg ik, Utrecht heeft de controle gehad. Maar je hebt op het einde gewoon goede kansen gecreëerd. Dan wil ik het tenslotte nog even hebben over de interlandperiode. Die komt er nu aan. Je zegt dat je in blokjes speelt. Kunnen we dan ook weer een andere formatie verwachten over 2 weken thuis tegen Willem II? Nou goed, er zijn in ieder geval jongens die geblesseerd zijn uitgevallen. Dus er zijn een aantal jongens ook weer weg. Dus wij spelen deze week nog een oefenwedstrijd. En van daaruit gaan we kijken wat we voor handen hebben en wat we gaan doen. Wie is de tegenstander? Zulte Waregem. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel, Mitchell.